Yo, Nintendo fans! Zoals jullie weten ben ik een enorme fan van de Nintendo Switch en ja, haal ik ook wel eens een Collector's Edition in huis. Ik heb Collector's Editions van games, van controllers en ik heb zelfs een aantal hele bijzondere Nintendo Switches en al die items laat ik je zien in deze video. Dus vergeet niet om dat duimpje omhoog te doen, te abonneren en dan gaan we van start. Let's go! De eerste Limited Edition is een hele mooie en tegelijkertijd een hele pijnlijke. Het is de Collector's Edition van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Deze game kwam uit toen de Nintendo Switch ook uitkwam op 3 maart 2017. En ik haalde deze gelijk in huis, want ik dacht, nieuwe Zelda! Ik wil alles! Geef me deze Limited Edition! Ik was zo blij. Ik heb deze trouwens nog geunboxed in een video op mijn YouTube kanaal. Daar unboxte ik zo'n beetje alles wat er toen uitkwam op 3 maart. Ik zet de link wel even in de beschrijving, dan kan je hem checken. En ik ging er super voorzichtig mee om. Totdat. Hier zie je wat erin zit. De game, de soundtrack en een beeldje. En ik was vooral zo blij met dat beeldje. Alleen toen gebeurde er dit. Oeps. Ik had namelijk ooit iets tegen dit beeldje aangezet. En om een beetje te overdrijven, toen groeide die zo. Dus ik dacht, ik buig hem gewoon even zo terug. Krak! Nou, toen was mijn Master Sword gewoon kapot. En in eerste instantie vond ik dit natuurlijk super zuur. Maar toen keek ik ernaar en toen dacht ik, hé, zo'n gebroken zwaard die daar dan naast ligt, dat ziet er niet eens zo heel slecht uit. Eigenlijk ziet dit er best wel tof uit. Dus ja, ik heb het niet expres gedaan. En ik baal er wel een beetje van. Maar aan de andere kant, deze kan het ook wel hebben of zo. Ik heb hier trouwens ook nog een TikTok filmpje over gemaakt. Dus als je me nog niet volgt op TikTok, ga dat snel doen. Ja, en zoals ik net al zei, zit er ook nog een mooie cd bij van Zelda Breath of the Wild, waarin alle muziek uit de game staat. En ik vind de print hier op deze cd ook best wel nice. En in de tracklist zie je onder andere Goron City, Zora's Domain en Kakariko Village. Oftewel gewoon alle plekken in deze game. En voordat ik verder ga, wil ik eigenlijk strakjes van jullie in de reacties weten welk item je nou het tof vindt in deze hele video. En we blijven nog even bij Zelda, want ook van Link's Awakening heb ik namelijk de collectie. Edition. Uiteraard zit de game erin, maar er zit ook een hele vette oldschool steelbook in. En die ziet eruit als de oude Game Boy, want Link's Awakening is natuurlijk voor het eerst origineel uitgekomen op die Game Boy. Een heel vet detail is dat het op de achterkant echt zo lijkt alsof de cartridge van Link's Awakening van vroeger erin zit. En aan de binnenkant zie je allemaal screenshots van die oude game van Link's Awakening. Maar zoals in heel veel Collector's Editions zit er natuurlijk een dubbele laag in. Kijk maar. Hoppa. En dit soort dingen vind ik altijd heel erg vet. Dit is namelijk een artbook. En meestal zijn dat van die hele dunne artbooks. Deze is ietsje dikker. En een leuk detail is dat op de laatste pagina ook echt weer een throwback is naar die Game Boy versie. En voor de rest zitten er plaatjes in van vijanden, van maps, van alles en nog wat. Ja, ik hou hier wel van. Hier nog even een close-upje. De volgende collector's editie is eigenlijk van twee games, namelijk de games van Ori. En voor degenen die het nog niet kennen, dit is echt zo vet. Die games zijn heel mooi gemaakt. Oorspronkelijk zijn dit games voor de Xbox. En deze collector's editie, jongens, die is ook prachtig. Deze collector's editie klap je op deze manier open. En dit is echt super bijzonder wat hierin zit. Dit is namelijk een soort van glas-in-loodachtig printje. Echt zo mooi gemaakt. Moet je kijken. Ik heb ook echt het gevoel dat je deze echt niet moet laten vallen gewoon. En daarachter zie je dan gelijk ook weer wat artwork volgens mij. Oh ja, dit zijn een tweetal kleine boekjes. En het ene boekje bevat allemaal schetsen van karakters in de game en de andere is een soort van field guide. Dus daarin staat een klein beetje het verhaal uitgelegd. Jemig, en wat zitten er veel kaarten in? Heel vaak heb je in die collector edities inderdaad een stuk of 3-4 kaarten, maar dit zijn er echt mega veel. Ja, en we zijn nog niet klaar, want hier zit ook nog een leuke pin bij. En uiteraard beide games die ik zelfs nog in de seal heb zitten. Ik heb ze er nog ineens uitgehaald. Nou, ook hier doen we weer even wat close-upjes van, want dit zijn super mooie items.
En dan de collector's editie van de game die veel te weinig liefde heeft gehad. Het is Astral Chain. Ik heb deze game serieus in 1 week uitgespeeld. En daar heb ik tussen de 30 en de 40 uur over gedaan. Kan je nagaan hoeveel ik heb zitten gamen. Deze editie gaat ook weer op een hele toffe manier open. Namelijk zo naar de zijkant. En dan blijft dit zo op deze manier vastzitten. En hier zit een artboard in. En dan zal je zeggen, nou is misschien niet zo heel bijzonder. Maar wat ik vet vind, is dat die ook echt gelimiteerd is. Hieronder staat namelijk dat het nummer 3801 is van de 23.010 exemplaren. Ook hier hebben ze natuurlijk weer een cd bij gedaan. Dat doen ze echt super vaak. Een cd met muziek uit de game. Ik moet je eerlijk zeggen, deze heb ik nog nooit afgespeeld, jongens. En ook deze editie heeft natuurlijk weer een dubbele bodem. En dit is wel een flink artboekje, jongens. Zo zie ik ze graag. Ik vind zelf dit soort artwork altijd heel vet, omdat je dan echt kan zien waar zo'n karakter vandaan komt. In Astral Chain ben je een speciale politie-eenheid die gebruik maakt van Legions. En Legions, dat zijn dit soort robots en die moet je dus dan aan je chain houden. En dan kan je ermee vechten. Ik vind dat deze game echt te weinig liefde heeft gehad. Dus laten we nog even door dit boek bladeren. Dat waren de games, maar zoals ik in de intro al zei, verzamel ik ook graag controllers. En daar is iets geks mee aan de hand. Ik vind namelijk dat niet per se de allerbeste en de allerpopulairste games een speciale pro-controller krijgen. Ik bedoel, er is geen pro-controller van Super Mario Odyssey. Er is geen pro-controller van Luigi's Mansion 3, niet van Animal Crossing en zelfs niet van Zelda Breath of the Wild. Dat is raar en ik snap die keuze niet, maar er zijn wel een aantal andere hele vette pro-controllers. Volgens mij was de allereerste pro-controller die uitkwam deze van Splatoon 2. En zo van een afstandje zie je misschien wel een klein beetje wat daar tof aan is, maar ik denk dat een close-up je het beter laat zien. Want op het zwarte gedeelte zie je allemaal verfklodders. Je ziet ook wat logootjes uit de Splatoon games. En de handvaten zijn groen en roze kleurig. En dat komt natuurlijk van de Inkling Girl and Boy. Dan weet ik niet meer welke nou als tweede kwam als speciale editie van een pro-controller, maar het zou zomaar deze kunnen zijn van Xenoblade Chronicles 2. En ik vond dat ook een gekke keuze, want als je dan al deze hebt met roze in de pro-controller, waarom dan deze met ook ja, bijna hetzelfde roze in die controller? Ik vind dat best wel raar. Deze vind ik overigens wel hartstikke cool. Dat groene ding wat je op de controller ziet, ja, dat is een soort van litteken van een zwaard. En ook aan de A, B, X en Y knoppen en aan de D-pad is extra aandacht besteed, omdat daar nu wat groens op zit. Deze achterkant heeft geen print, deze achterkant is gewoon volledig roze. En volgens mij is de laatste bijzondere pro-controller die eruit is gekomen deze van Super Smash Bros. Ultimate. En deze heeft gelukkig wel een ander kleurtje, want de handvaten zijn hier gewoon wit. Voor de rest vind ik deze niet zo heel bijzonder. Eigenlijk het enige wat hier bijzonder aan is, is het Smash logo dat in het zilver op deze Pro Controller gedrukt staat. Ja, en dan de Nintendo Switches. Want sorry jongens, soms spoor ik niet helemaal. Maar ik heb bijvoorbeeld deze van Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee. Sowieso vind ik deze doos al helemaal vet. Ik vind het echt super lachen. En ook dit printje hier op de achterkant vind ik hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk om wat erin zit. En uiteraard zit er een Nintendo Switch in. Met onder andere dit docking station. Ja, dit staat wel echt heel erg schattig in je huis hoor. Dit is echt super leuk. En wat deze Switch ook nog bijzonder maakt, zijn de speciale kleurtjes van de Joy-Cons. De ene is geel gekleurd met een bruine grip en de andere is goud gekleurd en met een beetje, ja, een beetje geel vanille-achtige gripkleur, denk ik. En de achterkant van de Pokémon Let's Go Pikachu en Eevee bundle is ook super vet, want je ziet allemaal Pikachu's en Eevee's hier op de achterkant van je Nintendo Switch. Oh ja, ik had even mijn felgele Joy-Cons op deze gezet. Deze heb ik onder andere, maar hier schaam ik me een beetje voor, want deze had ik echt niet nodig, jongens. De Animal Crossing Nintendo Switch, maar ik heb zoveel Animal Crossing gespeeld. Ik denk in totaal meer dan 700 uur. En ik dacht, dit is mijn favoriete Nintendo Switch game. Alle tijden en ja, laat ik dit maar gewoon doen. En deze Nintendo Switch heeft ook een superleuke dock. Eindelijk een keer niet zwart. Dus een keer een andere kleur dan zwart vind ik heel erg nice. Met het water en een eilandje.
Tom Nook en Timmy en Tommy staan erop. Echt superleuk. Ik vind de kleurtjes van deze Joy-Cons echt superleuk. En het is ook wel tof dat de voorkant van deze Joy-Cons deze kleur heeft. En de achterkant is een andere kleur. En als je even inzoomt op de achterkant, dan zie je dat er allemaal villagers op de achterkant staan. Je ziet onder andere een muisje, een miereneter, een konijntje en een kat. Ik vind het echt wel een hele leuke editie van de Nintendo Switch. En deze hebben jullie misschien al in een andere video gezien. Dit is de laatste. Dit Immortals Fenyx Rising Docking Station en speciale Joy-Cons van deze game. Deze heb ik gekregen van Ubisoft. Ik ben er nog steeds super blij mee. Want Ubisoft die heeft mij dus gezegd dat hier maar één van is in heel Nederland. Ja, en dat maakt het alleen maar toffer dat ik deze heb gekregen. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Nou, dat was hem jongens. Dat waren mijn speciale Nintendo Switch Collector's Editions, controllers en zelfs Nintendo Switches. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. En laat even in de reacties weten wat jij nou het tofste vond uit deze hele video. En dan zie ik jullie bij de volgende. Mazzel!